lolly. Echt? Heb jij een unicorn lolly? Ja. Hé, maar mag ik eens even lezen? Kijken naar je medailles, Lo. Self Rescue Course Level 2. Hé, Elodie. En Swim Float Sequence. Wauw. Elodie, mama is zo trots op jou. Ik kan mijn dopen maken. Had jij vandaag ook weer met kleren aangezwommen? Ja. Oh, wat staat er hier opgeschreven? Nee. Oh, mag ik het niet lezen? Nee. Kijk wat ik doe. Ik zie het. Ik zie het. Mijn kleine waterratje, mijn grote zwemkampioen. Speen in. Klaar voor ons weekendje naar Knokken. We gaan nu de kids wegbrengen naar mijn ouders en dan rijden we lekker door. Heel veel zin in. Gezellig. Nou, oma, ben jij klaar voor je playdate? Ja. Voor je logeerpartijtje? Ja. Doei, schatjes. Veel plezier. Tot morgen. Tot morgen. Ja. Dag schatje, doei. Love you. Doei. We zijn aangekomen in het hotel. Het is onlangs dus helemaal verbouwd. His and hers. Love it. My his. Heerlijke kamer zo. Met uitzicht op het meer. Kijk nou. Ze gaven jou dus net een compliment over je outfit. Aan jou. Je moet zeggen, je zei, oh, dankjewel. Ik heb dat zelf gekocht voor echt mij. Niet. Oké, okay, de helft. De helft heb je van mij gekregen in Londen. Dan moet je zeggen, dank je. Ja, dan moet je tegen mijn vrouw zeggen. Ja. Is dat leuk, schat? Die heb ik vorige week gekocht, hè? Die lagen. Ja, daar was ik toch ook bij? Ja. Nou, niet echt, want jij was met de kinderen heel. Ja, ik ben in ieder geval blij dat mijn plannetje werkt. Dat ik jou het gevoel geef dat je het allemaal zelf uitkiest. De kinderen die braken de tent af. En na een dagje shoppen, even omgekleed. Matching in taupe. Nick heeft zijn nieuwe outfit aan. Gaan we naar... Hoe heet het nu ook weer? The Man. Hoe? The Man. The Man. Nee. Wat zeg je nou weer? Ja. Zeg gewoon waar we naartoe gaan. Hoe het heet. Het lijkt wel D-E-M-A-I-N volgens mij. The Man. Op, ja. Op zijn Frans. Ja. The Man. Morgen. À demain. Ja. We gaan dus naar een restaurant. Lekker eten samen. Thank you.
brood van Bakkerij Koos uit Limburg. All the way from Limburg. Niet normaal. Kijk nou hoe mooi dit is. En het is mijn lievelingsgerecht, want dit is artisjok. Maar dan net even anders als dat ik hem normaal eet. Dag 2 van ons weekendje. We hebben heerlijk uitgeslapen en gaan nu even lekker ergens brunchen. Ik ga even op zoek naar de winkel hier in Knokke waar het sushi wordt gekocht. Even gedag zeggen. Dat is wel zo aardig als we hier toch zijn. Ik zal eens kloppen. Maar kijk wat een leuke zaak. Alles is hier roze. Die gaat echt niet dicht. Ah, oké. Ja. We zijn onderweg naar huis om de kindjes op te halen. En we maken mijn verjaardagsweekend helemaal af met een bezoekje aan de McDrive. Yay! Dat heeft hij allemaal voor mij over. Kan jij deze opa maken? Poppetjes, was het leuk bij opa en oma? Ja? Goed zo. Gaan we nu weer terug naar huis, hè? Hallo, hallo. Good morning. Dit is mijn outfit van vandaag. In deze mooie broek. Pumps. Inclusief broche. En nieuwe oorbellen. Hoe leuk zijn deze? En uiteraard ook weer met het armbandje dat ik van Lexus heb gekregen. Die is voor mij gemaakt. Vet cute. Op naar kantoor vandaag. Hallo, hallo. Het is dinsdag. Ik ben onderweg naar kantoor. Ik heb deze ochtend om 10:00 een afspraak. Ik plan nooit voor 10:00 ochtends. Afspraken in, want de ochtenden die zijn voor mij en de kindjes en ik hou ervan om rustig in de ochtend op te starten. Ik ben benieuwd, hoe doen jullie dat? Dit is een soort van mijn gouden regel. Als het echt niet anders kan, dan doe ik wel eens een meeting heel vroeg in de ochtend. Maar voor mij werkt het het meest efficiënt als ik thuis eventjes een beetje opstart. Dat rustig aan doe. Omdat ik echt ook een avondmens ben, dan komen de meeste ideeën die borrelen dan omhoog. Dus ik ga misschien net iets te laat naar bed. Maar deze ochtend schuif ik dus meteen om 10:00 aan voor een meeting. En daarna heb ik nog een meeting met een nieuwe MT-collega. Die is gestart vandaag. Heel veel zin in. Heel blij dat hij er is. Daarna ga ik eventjes langs Oostzaan, langs Jennifer Hoeve, om wat nieuwe haarstukjes op te halen. Die zijn helemaal custom voor mij gemaakt. Daar heb ik een paar maandjes op gewacht. En dan rij ik terug naar Laren. Eventjes langs de apotheek om nog wat medicijnen op te halen voor het gezin. En vers brood halen bij de bakker. En dan
ga ik Rose aflossen thuis en even lekker de middag doorbrengen. Laatste uurtje van de middag dan met de kindjes. En dan is de dag alweer voorbij. Dat is mijn planning voor vandaag. Zo, nou, ik ben een paar meetings verder en ik krijg net bericht dat de sample sale die er binnenkort weer gaat plaatsvinden, althans binnenkort november, dat die dus binnen 18 uur allemaal uitverkocht waren. Duizenden vrouwen die een kaartje hebben weten te bemachtigen, maar ook duizenden vrouwen die misgrijpen, die nu allemaal bellen naar de customer service om nog een kaartje te bemachtigen. Wat ik iedereen aan kan raden is om je niet alleen in te schrijven voor de nieuwsbrief van Joshua, maar vooral ook member te worden. Dat is niet hetzelfde. Maar ben je member, dan spaar je punten, kom je in ons loyalty systeem te staan. Daar hoef je verder niks voor te doen dan in je gegevens te delen. Wij doen al het werk. Wij informeren jullie dan over alle leuke dingen die er bij Joshua gebeuren. En dan krijg je dus ook als eerste te horen wanneer zo'n sample sale bijvoorbeeld is. Dus denk eraan, vertel het aan je vrienden en vriendinnen. Een inschrijving voor de nieuwsbrief is wat anders dan een membership bij Joshua. Dat is gratis. Er zitten alleen maar voordelen aan vast. Je moet je alleen even inloggen op de website. Dus doe dat vooral, want de telefoontjes stromen hier al binnen. Ja, dat de kaartjes al zijn uitverkocht. Ik kon er zelf niet eens iets over posten. Dat wilde ik vandaag gaan doen. Maar alle shifts zitten al vol. Wij zijn achter de schermen aan het kijken wat we kunnen doen. Of we sommige shifts nog ietsjes kunnen oprekken. Maar dat hangt natuurlijk allemaal samen met de samples en de voorraad en de stuks die wij hebben om aan te bieden. En omdat wij bij Joshua zo cost-conscious en duurzaam inkopen en wij niet overstok inkopen om dus via outlets te verkopen, want dat willen wij niet. We willen het liefst zo min mogelijk produceren en alleen dat produceren wat nodig is, blijft er weinig over na de saleperiode. Dus dat is iets heel positiefs voor ons natuurlijk, maar tegelijkertijd voor jullie natuurlijk wel heel erg lekker om het stukje stok wat we wel nog hebben, om dat dan natuurlijk voor een klein prijsje te kunnen kopen tijdens de Joshua sample sales of in de sale op de website. Die gaat dan op een gegeven moment offline en wat er dan overblijft slaan we op en dat bieden we dus aan op de sample sale. Zo werkt dat proces en wat ons deel is natuurlijk om tijdens de sample sale zo min mogelijk over te houden. Een deel van de spullen doneren wij weer aan het goede doel. En nou ja, de kleine stukjes die wij overhouden, die slaan wij weer op. Wordt dat bijvoorbeeld op een volgende sample sale weer aangeboden opnieuw, want we hebben er 2 per jaar. Soms is dat product dan net eventjes wat couranter voor de periode waarin we zitten. Soms gebeurt het namelijk dat tijdens de winter sample sale die nu dus plaatsvindt, dat er dan zomerartikelen worden aangeboden die dan misschien net wat minder populair zijn. Dus die slaan we dan vervolgens op als we daar wat van overhouden. Dit is een proces waar ik al jarenlang naartoe aan het werken ben en waar we continu bovenop zitten, want we willen natuurlijk overal van leren, nog duurzamer produceren. Het liefst hou je helemaal niks over en zijn er geen sample sales meer. Maar de sample sales die wij doen, doen we echt met zoveel plezier. Het is voor mijn hele team een soort teamuitje. Alle collega's werken samen op alle verschillende afdelingen daar op de sample sale. Ineens sta je daar achter een kassa te werken. Dan ben je aan het beugelen vanuit de paskamers. Ja, dan ben je bezig met de supportfunctie op de vloer. Zorg dat alles netjes blijft. Je werkt met alle collega's hier samen van verschillende afdelingen. Het is echt een soort van teambuilding momentje voor ons team. Dus we genieten ook echt van die sample sales. En we proberen er ook echt een feestje van te maken samen met jullie. Door bijvoorbeeld ook de foodtrucks daar neer te zetten. Iedereen mag natuurlijk zijn partner meenemen en installeren in de food and relax area. Zonder kaartje mag je natuurlijk niet shoppen en de vloer op. Maar je mag wel iemand meenemen die je tas steelt. Die bijvoorbeeld voor je afrekent. En je mag dan lekker gaan relaxen in de food and relax area. Dus weet dat. Je mag dus iemand meenemen. Die mag alleen niet mee naar binnen. Dus die kan dan zo doorlopen. En lekker bij de foodtrucks gaan zitten. Terwijl jij lekker aan het winkelen bent. Kinderen mag je ook meenemen. Jonge kinderen. Ideaal om een gezellig uitje van te maken. Dus daar worden we steeds beter in.
Dus dat eventjes ter info, mocht je mis hebben gegrepen. Er is altijd weer een volgende editie volgend jaar. Dit is de laatste sample sale van dit jaar en dus weer in Den Bosch dit keer. Het was zo fijn daar voor ons team. We kijken natuurlijk ook wat is de beste plek om zo'n sample sale te houden. Dat verschilt, dat wisselt. We willen het liefst een beetje verspreiden over Nederland, maar er is niet altijd plek bij de locaties. We bepalen altijd last minute wat de beste datum is voor ons intern. Deze keer weer in Den Bosch, maar de volgende keer kan dat in Amsterdam zijn of in Utrecht. Dat weet je nooit van tevoren. We luisteren natuurlijk ook goed naar jullie. Dus blijf vooral lekker met ons communiceren. En kijk heel erg uit om weer op de sample sale te staan en daar met jullie allemaal te kletsen en foto's te maken. Het zijn altijd hele leuke dagen. Dus we kijken er nu al naar uit. Het is nu al in de kaartverkoop, die is gestart. Maar achter de schermen zijn we natuurlijk ook bezig met alle voorbereidingen om het weer helemaal fantastisch te maken. Alright, ik ga door met mijn planning van de dag. Dit is trouwens mijn outfit. Het mooie pak met de sneakers. Hieronder deze blouse. Oh, en ik dacht dat het niet zo warm zou worden, dus ik had een trui meegenomen, maar het is echt veel te warm. Even lekker een petje erbij om deze look wat meer casual te maken. En ik had geen zin om mijn haar te doen, dus ik heb hem gewoon lekker eroverheen gezet. Het scheelde mij toch weer 10 minuten deze ochtend. Nee. Oh. Hey, hebben jullie soms dezelfde kleren aan? Onderweg naar Alexis, de ouderavond voor groep 3. Terwijl Nick op de bakfiets met de kids naar de Hoop is in Blaricum, oftewel de ijswinkel. Verschil moet er zijn. Nee, meestal pakt Nick dus de ouderavonden, dus ik mag het niet klagen. Wat gaan jullie doen? Wat gaan jullie doen? Hey Ludie, vertel maar. Nee. Niks? Gaan jullie een ijsje halen? Ja. Oh, ik wil ook mee. Oké, ga maar mee. Oké, schiet maar op dan. Is lekker? Lekker? Oh, wat doe jij nou? Koud. Oh. Hallo, hallo, good morning. Nog niet eens mijn outfit laten zien van vandaag, want die is echt fabulous. Kijk, mijn mooie broek. Ik heb de zoom eruit gehaald, vandaar dat hij zo lang is. Een beetje te lang met sneakers, maar dan kan ik hem tenminste ook aan met hakken. En ik vind het dus niet zo erg als die zo op de grond hangt. Sterker nog, dat vind ik leuk. Deze mooie broek met bijzondere waistband. Super mooie plooien die heel erg flatterend zijn. En dan dit fantastische truitje erop met deze broche. Deze kan je eraf halen en op een ander artikel doen. Bijvoorbeeld. Perfect nu voor dit rare weer buiten. Dus dit is mijn outfit of the day met natuurlijk mijn nieuwe sneakers. Ik heb zo lang gezocht afgelopen jaren naar sneakers met mooie bruintint erin. Ik kon het nergens bij geen enkel merk vinden. Dus ik heb ze zelf gemaakt. En dit zijn ze geworden. En zoals je ziet, ze kleuren echt perfect. Inclusief de donkere zool. Ik ben er echt heel erg blij mee. Dus dit is de look. En er komen heel veel bruintinten aan komende fall winter. Niet alleen bij Joshy, maar ook bij andere merken ga je het zien. Bruintinten zijn echt de trend van het moment. Gecombineerd natuurlijk met
een lekkere tegenhanger zoals deze prachtige kleur roze. Dus bereid je voor. En dan is het echt goed om dus een schoen te hebben die je er allemaal mee kan combineren. We hebben natuurlijk ook mooie bruine laarzen in de collectie. Dus bereid je voor op deze kleur. Let maar op. Maar wat ik wou laten zien. Kijk eens even wat ik hier heb. Ik kon niet bij de lancering zijn. Maar ik heb Chelly wel gekleed voor haar event. Waar ze haar eigen make-up lijn lanceerde. Ze zag er echt prachtig uit in haar George V outfit. En deze artikelen die liggen as we speak bij de Kruidvat in de schappen. Ik heb alleen begrepen dat verschillende items al helemaal zijn uitverkocht. Dus die proberen ze nu te restocken. Maar ik heb ze hier. Kijk hoe leuk. Dit is om alle kwasten in te doen. Kijk, en hier zitten alle spulletjes in. Oh, zo leuk. Wat een mooie verpakking ook echt. Heb met mijn management team. Om de week staan die in mijn agenda van uur tot uur. Praat ik met alle managers bij en dan ben ik aan het einde van de dag weer helemaal op de hoogte. En dan kan ik morgen al die informatie verwerken, mails uitsturen en noem maar op. Dus dat ga ik vandaag doen. Gisteren was echt een hele bijzondere dag. Het is jullie wellicht niet ontgaan, maar ik heb een samenwerking met Pink Ribbon. Ik heb hier in een vorige vlog over verteld en nu is dus de Pink Bow Brush, live. Die kost €14,99 en dat volledige bedrag, dus die €15, doneren wij namens jullie aan Pink Ribbon. Ik heb dus een hele mooie, simpele brush ontworpen. Ik ga hem straks op kantoor bij mezelf opspelden. Een heel schattig en subtiel roze strikje met George V logo. En die kan je gewoon elke dag dragen en laten zien, in, vooral in deze periode, borstkanker maand. Dat je Pink Ribbon steunt en dat je alle vrouwen die hier mee te maken hebben, dat je hun steunt en een warm hart toedraagt. Het geld is natuurlijk heel hard nodig. Jullie hebben misschien ook wel het interview voorbij zien komen met Harriet. Harriet is ongeneeslijk ziek. Die had jaren geleden borstkanker, daarvan genezen. En 10, 12 jaar later bleek dus dat zij toch uitzaaiingen had in haar maagstreek. En ze is dus helaas uitbehandeld. Er is op dit moment geen behandeling die haar kan genezen. Met speciale hormoontherapie en behandelingen. Het is vrij complex. Kunnen ze haar leven nog wel wat verlengen. Pijn is onder controle. Dus voorlopig plukt ze de dag, geniet ze van het leven. Van haar kinderen, van haar gezin, van familie, van vrienden en van de simpele dingen in het leven. En heb ik haar dus mogen stylen in de winkel. Even een middag alles vergeten en genieten van een shopsessie met mij. Ik vond het echt super waardevol om dat te mogen doen. Naar haar verhaal te luisteren en dus van haar te leren. Want ik heb bijvoorbeeld nooit geweten dat als je genezen bent van borstkanker en je krijgt daarna nogmaals te maken met kanker, dan is je overlevingskans nihil. Ik wist dat niet. Ook wist ik niet dat er dus blijkbaar jaren na dato, ook al ben je jarenlang schoon in de onderzoeken, daarna in de checks daarna, dat er dus toch nog uitzaaiingen kunnen ontstaan. Die onzekerheid is gekmakend. Ik zou helemaal gek worden. En als ik dan zie hoe krachtig Harriet
in het leven staat en omgaat met deze, nou, echt hartverscheurende diagnose. Ja, dat vind ik heel speciaal. Maar het kan dus zomaar zijn dat medicatie die nu in onderzoek is, waar ze nu mee aan het testen zijn, dat die haar leven nog veel meer zouden kunnen verlengen. Of misschien zelfs genezen. Die hoop, die houdt zij altijd en ik met haar mee. En voor iedereen die ermee te maken heeft, hou alsjeblieft hoop. Want je kan dus, er kunnen dingen zijn die bij jou passen en die jouw leven super verlengen, draaglijker maken of ja, je misschien zelfs genezen. Dus ik gun dat natuurlijk iedereen. En daarom is het zo belangrijk om te doneren aan Pink Ribbon. Want die onderzoeken kosten natuurlijk ongelooflijk veel geld. Vanuit Josh V en mijzelf draag ik ook graag mijn steentje bij. Vandaar de mooie broche. Die 15 euro is natuurlijk een symbolisch bedrag. En die broche is gewoon, die krijgen jullie opgestuurd om te dragen en te laten zien dat je hebt gedoneerd. Het is niet alleen een hele mooie broche, het is dus ook echt een symbolische broche waarmee je kan laten zien dat je Pink Ribbon en al die vrouwen een warm hart toedraagt. Dus ga je shoppen bij Josh V in de brandstore in Laren. Doe die broche er even bij de kassa. Wij zorgen ervoor dat die 15 euro bij Pink Ribbon terechtkomt. 100% van de opbrengst gaat naar Pink Ribbon. Alle productiekosten, noem maar op, die nemen wij op ons. Dus daar hoeven jullie en Pink Ribbon zich geen zorgen over te maken. Je weet zeker dat dit bedrag dus volledig ten goede komt aan Pink Ribbon. En daarmee alle mensen die zij steunen. Dus ben je online aan het shoppen in de winkel, gooi die broche erbij in je winkelmandje. Het is een heel klein bedrag, maar alle beetjes tezamen maken natuurlijk echt een mega donatie. Die wij dus over een tijdje in zijn geheel gaan doen aan Pink Ribbon. En ik kijk enorm uit naar dat moment en ik hoop gewoon dat dat een heel mooi bedrag gaat zijn. We hebben al honderden broches verkocht. Ik ben echt super trots. Maar we willen natuurlijk naar die 1000 broches. Dus shop ze en help mee. Dat is eventjes mijn boodschap voor deze ochtend. Na Harriet heb ik die dag nog 2 supermooie mensen een styling sessie gegeven. Het was natuurlijk best wel emotioneel. De interviews met die 2 fantastische dames komen ook in de loop van de komende dagen online. Luister vooral, want je leert er ook echt een heleboel van. Dus het is zo belangrijk dat als jij iets verdacht ziet, je moet jezelf elke dag checken. En ik kan het niet vaak genoeg zeggen. Elke dag moet je jezelf controleren. Voel je gekke knobbeltjes en zo, trek dan meteen aan de bel. Laat je niet zomaar wegsturen als je er geen goed gevoel over hebt. Laat het onderzoeken. Dat is ook echt de boodschap die alle dames meegaven. Je moet overal ook echt zelf achteraan. Helaas zit het Nederlandse zorgsysteem zo in elkaar. Blijf er bovenop zitten. Je kan het geluk hebben dat je een fantastische huisarts of arts treft. Die het heel serieus neemt. Het zekere voor het onzekere. Zo kan iets wat op een kiste leek toch geen kiste zijn. Dat is ook een van de schrijnende verhalen die ik te horen kreeg. Dus dat interview wordt ook met jullie gedeeld. Luister ernaar, doe er je voordeel mee. En zorg alsjeblieft goed voor jezelf en spread the word. Want het is echt zo belangrijk. Het kan gewoon voorkomen worden dat er uitzaaiingen komen. En dat je te maken krijgt met hele zware chemotherapie of hormoontherapie. Als je een beetje extra oplettend bent. Dus ik wil heel graag meer awareness creëren rondom dit verschrikkelijke onderwerp. Het is echt een kutziekte. Ik heb er dus zelf in mijn naaste omgeving niet mee te maken gehad. En ik hoop ook echt dat dat niet gaat gebeuren. Maar als je de cijfers ziet, dan weet je dat op een gegeven moment je er in je naaste omgeving mee te maken krijgt. En laat het dan in godsnaam zo zijn dat je er op tijd bij bent. Dus awareness en geld, want dat is nodig. Dus shop die broche. Dank jullie wel allemaal. Vandaag is een dag vol met weeklies, dus dat zal heel weinig vloggen worden. Spreek jullie later weer. Hallo, hallo. Het is vrijdag. Dit is mijn outfit van de dag. Met mijn vintage Louis Vuitton tas. Die ik net voor het eerst weer eventjes heb
uitgepakt. Ik heb deze tas, geloof ik, 15 jaar geleden gekocht. Dat is een van mijn eerste designertassen, denk ik. Ik moet dat eens even een keertje terugzoeken. Volgens mij heb ik ook nog een Jimmy Choo gehad. Valt ook wel onder de categorie. Maar dit was wel echt een van mijn eerste Louis Vuittons. Dus ik heb besloten die te bewaren. En dan als Alexis en Elodie straks groot zijn, hebben ze echt een vet coole vintage LV. Ik heb natuurlijk vandaag mijn mooie broche op. Roze matching zonnebril erbij. Op naar Jennifer Hoeven, naar de winkel. En daarna ben ik weer thuis. En dan gaan we eventjes mijn haren bijknippen. En misschien ook eventjes die van de kindjes. Hallo, hallo. Ik ben aangekomen bij Jennifer. Zij gaat nu mijn nieuwe haarstukjes eventjes laten zien aan mij die binnen zijn gekomen. Ik ben heel erg benieuwd. Zo kan ik namelijk weer een beetje afwisselen met lang en kort. En zoals jullie weten, ik ga altijd terug naar lang uiteindelijk. Maar ik ben nog steeds, dit is langer dan ooit, heel erg blij met mijn korte coupe. Maar ik vind het wel leuk om af te wisselen. Dus ik ga nu naar Jen toe. Maar het is alweer tijd om mijn vlog af te sluiten voor deze week. Dus ik wil jullie bedanken voor het kijken. Een heel fijn weekend wensen. En dan zie ik jullie volgende week weer terug bij een nieuwe Josh vlog. Laat nog even een gezellige reactie achter. En dan zie ik jullie volgende week weer terug. Tot dan. Bye bye. You gotta focus on the bright side.